Wat riep hij nou? Rarami? Volgens mij is hij gewoon nieuwe woorden aan het bedenken. Rarami! Yo mensen van Dagelijks Games, welkom vandaag weer een nieuwe video. Vandaag ga ik reageren op de Minecraft trailer. Ik heb wel al de teaser gezien, maar deze nieuwe trailer heb ik nog niet gezien. Dus we gaan gewoon kijken wat er allemaal te zien is. Minecraft trailer, take two. Oké, we beginnen met de mijn. I am Steve. As a child, I yearned for the mines. But something always got in the way. Nee, maar wat is dit? As a child, I yearn for the mines. Oké. Ik weet niet wie dit is, maar... But the call of the mines was too strong. Oh, daar is hij weer, hoor. So one day, I started digging. And digging. Until I found... Hey! Wacht. Hij heeft de Tesseract. Hij doet hem in. Hij doet hem in een soort enchanting ding of zo. Ik weet niet wat dit moet voorstellen, maar sure. Oké, die blauwe portal zat ook al in die eerste trailer, maar wat is dat? Want het is geen Nether portal, maar het is dan de portal naar deze wereld of zo. Weer herbouwd? Een dirt huis? Oh, hey, stop. Waar was het? Wauw, een dirt huis. Mooi om te zien. Ja, hij temt hem. Ja, nou ja. Dat kan ik ook in Minecraft doen, een wolf temmen. Wait, who are you again? Garrett the Garbage Man Garrison. Gamer of the Year 1989. Hoe heet hij? Gamer of the Year, Garrett the Garbage Man Garrison. Garrett the Garbage Man. Oké, Aquaman heet hij. Ik vind hem Aquaman gewoon. Diamonds? Zagen jullie dat? Ja, oh. Gaat snel. Diamonds? Anything you can dream about here, you can make. Oh nee. Okay. Worden kippen mishandeld hier? Waar gebeurt het allemaal? mooi om dit zo te zien. Dit heeft iedereen vast wel gemaakt. Zo'n automatische chicken. Wat is het? Zo'n automatische chicken farm. Ik weet even niet hoe die heet. Dat zien we verder. Ik weet niet wat dit is. Ik weet niet wat ik moet voorstellen. Ze zijn wel klein, die mensen. Die villagers zijn vrijwel even groot. Het is een beetje een rare proportie of zo. Goed. Dit is wel mooi dat ze dit hebben gedaan. This place makes no sense. Don't I know it? There are dark forces who want to destroy this world. If we want to stop them. Hey, whoa. Even. No sense. Ik spoel steeds net iets te ver terug. Steve's? Dat is gewoon de naam van zijn winkel. Oké. Okay. Wat gebeurt hier? Wat is Aquaman aan het doen daar? Ja, hij wordt hier aangevallen door skeletons. Ja, ik weet niet precies wat dit moet voorstellen. Is hij recht naar beneden gegaan of zo? Is hij er ook gewoon TNT? Oké. Oké, wacht wel. Liggen er nog interessante dingen hierin? Laten we eens even kijken. Staat hier... Exploding Creeper. Oké. Okay. Weet niet wat dit is. Lantaren. Zo'n leuke, hoe heet zo'n ding? Zo'n schildpadhelmpje. Potions, boeken, raketten. Ik weet niet wat dit voor schoenen zijn. Ik kan me niet herinneren dat we die hebben in Minecraft, maar goed. Misschien een teaser voor de volgende update. Wat troep. Ja. Nou, niks speciaals eigenlijk. Ik weet niet waarom, maar dat helmpje voelt veel te klein, deze. Oh, ze hebben Elytra's, dus ze hebben de Ender Dragon gekillt. Oké. No biggie. Hoe heeft hij maar één enderpearl? Kom op, gewoon even in de desert. Even wat enderpearls farmen. Of een enderman farm maken in de end.
bedoel, hij doet nu net alsof het speciaal is dat hij er maar één heeft. Maar hij heeft de Ent verslagen en is in Ent Cities geweest. Oh, skeletons? Oh, skeletons die vuurpijlen. Oké. Okay. Wacht. Kijken, kunnen we hem stilzetten. Ah, hij heeft een enchanted boog. Die zombies zien er ook wel cool uit. Zit op spinnen. Ja, mooi, mooi. Hij was hier ook ergens tegen een zombie aan het vechten, toch? Hier ergens. Met wat slaat hij? Hij slaat met een zombiearm. Oké. Okay. Duidelijk, duidelijk. Maar dan kwam het uit? April. Ja, op zich, het ziet er oké uit. Het is een beetje random, maar ja. Ik ben wel benieuwd, wat zeggen de comments hierover? So glad they at least... Ja, oké, oké. Dit viel me ook wel op, dat nummer. Beter dan de eerste. The children yearn for the mines. The child I yearned for Team Crafted. Oh, iedereen heeft het daarover. The children yearned for the mines. They do a water bucket clutch. Oh ja, nee, die is wel mooi. Zie je ook mensen zien dat het Tesseract is? Ja, het is wel oké. Okay. Ik zag ook nog deze, de behind the scenes. Dus deze wil ik ook nog even kijken. Misschien zien we nieuwe dingen, of zo weet ik het. Aan deze ook kijken. We first started talking about making a movie over a decade ago. We dus niet really HD? Wanted to honor the world. Super fun. Making a movie. Dat zwaard in de trailer zag wel uit, maar dit ziet er niet echt mooi uit. Ik weet niet waarom deze valt. Ja, deze lijkt hoort er niet echt bij, vind ik. Hoe er ligt hier een Eye of Ender? About making a movie over a decade ago. Oh, wat zien we hier? Niet heel veel interessants. Ik weet niet wat het allemaal moet voorstellen. Als ik zie een potion. Ik weet niet wat dit is. Ik weet niet wat hier allemaal ligt. Oh, gouden appels? Oké. Okay. Is er een, hoe heet het? Zo'n box? Minecraft is full of... Zijn dat diamonds? Hij heeft wel veel diamonds als dit diamonds zijn. Misschien heeft hij een duplicator glitch gebruikt, maar dat weet ik niet. Love opportunities for adventures. Each person's journey is different. When we were developing this into a film, we just thought, let's bring wow. Our funds. Dat heeft hij daar gemaakt. Steve's Secret... Oh, dat... Ja, dat. A Minecraft movie takes place in the real world. And het gaat ook Minecraft meer in the real world, universe. Maar dat zien we vrijwel niet in de trailer. You see Steve wishing he was able to just do whatever he wants. Ik moet wel zeggen, ik hoop wel dat het grootste deel van de film in de Minecraft wereld is, want mij boeit niemand dit. Ik ga niet naar de Minecraft film om niet Minecraft te zien, zeg maar. Real world and Steve oh, yes. Wishing he was able to just do whatever he wants and let his imagination run wild. I play Garrett the Garbage Man Garrison. He has this history Garrett of being this great... Garrett the Garbage Man Garrison. Ja, een leuke naam. To survive. Ja, wow. Mooi, mooi gecraft. You have to survive. Ja, zo doe ik dat ook altijd. Leg het eerst op andere plekken neer dan. Zeg, zag er wel cool uit. Now it's dark. All players have this experience of the first night. Very quickly the sun sets and things change dramatically. Forget the most famous Minecraft mob, the creeper. Oh! Dit is wel mooi om te zeggen, the first night, maar ik zie daar niet het dirthuisje. Of dat ze... Oh! Is dat... Wacht. Waar is dat? Hier ergens. Toch? Shit, ik weet niet meer waar het is. Wanneer ging hij de grond in? Ik skip er te snel doorheen. Wanneer ging... Hier. Is dit wat hij doet, zeg maar? Kijk, als je dit nou wegdenkt, ja, dit denk je weg. Wat doe je in de eerste nacht? Je bouwt recht naar beneden, zet een blokje boven je en gaat gewoon wachten. Of je bouwt een dirthuis. Misschien willen ze dat, zeg maar, namelijk dat hij gewoon recht naar beneden schakelt en een blokje boven je zet. Want dat doe ik vaak. Volgens mij doet iedereen dat. Dan ga je gewoon in de grond verstoppen. Het zou kunnen, maar ik weet niet waarom dit dan daar zit. Misschien, ja... Hij speelt misschien in een multiplayer world en er zat al een mine. Ga verder. Zoveel diamonds! Waarom zit dat niet in echt Minecraft? Mambo jumbo! Wat is dat? Oh, maar even terug hier. Waar was dat? Kan je iets craften met iron blocks en ingots? Naast een anvil, maar ja. Ik weet niet wat dit moet voorstellen, maar goed. Hey, we hebben Dan TDM. Die rest ken ik niet. Ja, Mumbo Jumbo wel. Omdat ze net zeiden dat hij het was. This movie is a joyful celebration of everything about Minecraft and creativity. Wat was dat? Wat is dit? Nou, ik weet niet wat dit moet voorstellen. Minecraft and creativity. That's one of the great things about Minecraft. Wat heeft ze nou een hoe? Laatst van zwaard of iets? That's one of the
Ja, dat is een hoog. Wat had Jack Black daar? Everything about Minecraft and creativity. Wat is dat? Moet dit voorstellen? Is het vast? Nou, ik weet niet eens wat het moet zijn. You want to survive, you gotta be creative. Now follow me! Wat riep hij nou? Follow me! Now follow me! Nou, follow me? Als iemand weet wat hij daar zegt, laat het even weten, want volgens mij is hij gewoon nieuwe woorden aan het bedenken. Wat is dit? Is dat wat moet dit voorstellen? Follow me! Oké. Weet iemand hier wat te zeggen? Look, city, this village on behind. Oh! Oh! Oh ja. Er zit nog geen CGI op, dat klinkt logisch. Is er verder nog iets te zien? Ja, nee, oké, okay. We zijn niet heel veel extra te weten. Het ziet er wel wat dingen, het ziet er wel iets anders uit dan die trailer, maar... Goed, ja, niet alsof ik heel hype ben voor deze trailer, het is niet alsof ik hem super slecht vind. Het zal vast geld opleveren, er zullen genoeg mensen heen gaan. Nou, ik ben benieuwd, wat vinden jullie er eigenlijk van? Mensen, hopelijk vonden jullie het een leuke video. Zet even een blauw duimpje omhoog achter. Willen jullie meer? Abonneer dan, en tot de volgende keer. Laters. Bye bye.